Gadget Gear gaat naar Duitsland en neemt mee de Amazon Echo Dot. De Dot is natuurlijk de mini-versie. Je kunt het beste vergelijken met de Google Home Mini. Dat is deze unit. Ook geen volledige speaker, maar echt gewoon alleen de speech functionality. Nou, dat is de Echo Dot ook. Je kent natuurlijk de hele lange Echo speakers. Die slaan we over. Wij skippen meteen naar de Echo Dot voor deze review. We hebben een witte versie en we hebben een zwarte versie gekocht. Let wel, we hebben meerdere elektronica zaken af moeten lopen om alleen al deze twee units te vinden. En even moeilijk is het om Google Home te krijgen. Dus ga je naar Duitsland en je wil beslist dit meenemen, hou er rekening mee dat je wellicht wat meer moet rijden. Zeker in het feestseizoen waar we op dit moment in zitten. De verpakking is natuurlijk helemaal Duits. Alexa, spiele meine topsongs, wekken mich 6 uur morgens en dimme meine lampen. Fernfeld, spraakbesturing, dat is een speciale spraakherkenning van ze. Nou, ondersteuning voor MyTaxi, wat in Duitsland best wel groot is. Deutsche Bahn, Friends of You, Tagesschau, dat is volgens mij een krant of een televisiezender. Energy, dat is een Duitse energieleverancier die ook eigen smart home spullen verkoopt. Spotify en Amazon Music, waarvan ik eigenlijk niet zeker weet of we daar hier ook wat mee doen. Alexa Voice Service, Bluetooth en wifi ondersteuning. Nou, hier in Duitsland nog eens een keertje van alles dat je ermee kunt doen. Je merkt, het is vooral een heel klein doosje. Echt een stuk kleiner dan het doosje van de Google Home Mini. Hè. Als je het ernaast legt, dan zie je het enorme verschil tussen de dozen. Nu is het wel zo dat, ja, deze had er bijna ingepast. Dus Amazon die neemt wat minder moeite om de verpakking heel erg fancy te maken. Nou, het is natuurlijk een speakertje van iets meer dan 3 tientjes. Amazon wil zo graag mogelijk in zoveel mogelijk huizen liggen. En door de verpakking kleiner te maken kun je er meer vervoeren. Spaar je dus gewoon de kosten. Nou, van binnen is de verpakking van de witte versie niet heel spannend. In die zin het eerste wat opvalt bij de witte versie is de zwarte kabel. Dit is een onderkant anti-slip, net als bij de Google Home. En ja, ook weer goed anti-slip. Amazon logo duidelijk aanwezig. Je kunt ook van die sleeves kopen die er overheen kunnen, maar die konden we bij geen enkele zaak vinden. Goed, alles keurig afgedekt met plastic. Hier hebben we de knoppen, de plus, de min, de actieknop en de mute knop. Zodat je ook kunt voorkomen dat Amazon meeluistert bij echt alle activiteiten in huis, zeg maar. Aan de onderkant zien we een soort van grilletje. Aan de bovenkant zien we dat ook. En hier lijkt iets van een centraal microfoontje te zitten. Nou, kijken we dan verder. Vinden we een zwarte USB-kabel. Een bijzondere keus. Net als bij Google een micro-USB-aansluiting. Je kunt er gewoon zo opklikken. Je lijkt overigens nog een AUX-uitgang te zitten. Leuke is Amazon doet wel gewoon een USB-stekker waar Google meteen een adapter mee levert. Dat betekent dat je iets meer flexibiliteit hebt met de plaatsing in huis. Documentatie, kort en krachtig. Het belangrijkste is dat je de Echo-app aan de gang krijgt en daar vertellen we natuurlijk meer over in onze review. Dat is best lastig. Dat is eigenlijk de grootste uitdaging en de grootste reden dat heel veel mensen hem niet aan de praat krijgen. Nou, dan hebben we hier nog een adaptertje voor de Echo. Even kijken hoeveel stroom gaat hij leveren. 1,8 ampère output. Dus de meeste andere USB-laders, daar kan hij wel mee overweg. Hou er rekening mee, als je hem dus op een oude USB-lader gebruikt, kan het zijn dat hij te weinig stroom levert en dat die Echo Dot het dus niet gaat doen. Maar hoe dan ook, deze moet werken. Nou, dan kijk ik nog eventjes voor de volledigheid in de zwarte verpakking. Zou daar dan een witte USB-kabel bij zitten? Ik ga er niet van uit. Ik ga ervan uit dat het ook gewoon zwart is. Het zou een grappige verrassing zijn. Nou, hier hebben we dan de zwarte Echo Dot met inderdaad een zwarte kabel. De rest zal allemaal hetzelfde zijn. Dus we kijken wel even naar de Echo Dot zelf. Hoppakee. Zwart, heel mooi glanzend zwart. Net zoals hier heel mooi glanzend wit. Ja, voor de rest weinig verrassing. Kijken we nog eventjes naar de Google Home daarnaast. Leggen we die erbij. Dan zie je dat de Google Home significant groter is. Google Home is misschien wat slaapkamervriendelijker met het ontwerp. Maar ja, hier heb je die stoffen hoesjes natuurlijk voor die je erop kunt leggen. Al met al niet heel veel spectaculair verschil. Wij zijn heel nieuwsgierig inderdaad
hoe dit allemaal werkt. We gaan het zeker weten aan het werk krijgen. We gaan het in het Engels doen. Wil je meer weten over deze Echo Dot van Amazon? Check dan even de link onderaan de review. Onderaan de video. Die brengt je direct naar de review op Gadget Gear. Daar lees je alles over deze Amazon Echo Dot en hoe we deze aan het werk hebben gekregen. Dus wil je alles weten? Check de link onderaan de video.